Wat was de belangrijkste relancemaatregel na de economische crisis, na Wereldoorlog II, voor de Vlaamse economie? Wel, dat was de oprichting van de Europese gemeenschap in 1953. In de 10 jaar daarna is de welvaart van de Vlaming verdubbeld. In 10 jaar. Dat is ook de periode dat we de Franstaligen qua welvaart per persoon voorbijgestoken zijn, om ze daarna nooit meer terug te zien. En dat kwam omdat wij in het hart lagen van de Europese Unie. Dus in de relance die we moeten doen na deze economische crisis, is het domste wat we kunnen doen de Europese Unie uit elkaar laten vallen. En dit herstelfonds, dat is eigenlijk geen herstelfonds, dat is een reddingsfonds. Als we niet solidair zijn met de Italianen, dan valt de Europese Unie gewoon uiteen. En dat is waarover dit fonds eigenlijk gaat. En de grootste verliezer van het uiteenvallen van de Europese Unie is een kleine open economie zoals de Vlaamse. Dus laat ons alsjeblieft niet op een apothekerschaaltje zitten te kijken hoeveel miljoen hier en hoeveel miljoen daar. We moeten naar het grote plaatje kijken. En het grote plaatje is dat de Europese Unie Vlaanderen 53 miljard euro rijker gemaakt heeft. Dus wij hebben alles te winnen met dat herstelfonds te steunen. Niet alleen uit solidariteit met de Italianen, maar ook uit een welbegrepen eigenbelang. De relance van de Vlaamse economie, ze zal Europees zijn of ze zal niet zijn.